iemand is ook bezig met of Frans Timmermans naar Malaga gaat. Het is, ik weet niet hoe het voor Michiel is, maar ik vind het zo zonde. En gelukkig zie ik dit allemaal niet, maar ik zie het nu maar. Dit is toch allemaal zinloos, dit soort gelul. Wat is zinvol? Niet, wat zinvol is, is zoals jullie net een gesprek hebben gehad... waarin u wat uitlegt, u ook over Budel zegt u wat. Jij zegt hoe jij het, of u zegt hoe u het ziet. Dat heeft nut, maar al dat geouwe hoer van journalisten over journalisten... die programma hebben gezien. Daar moeten we mee ophouden. Nee, maar, niemand... Ik durf niet te beweren dat wat ik heb gehoord dat klopt. Maar er is helemaal niemand die wel of niet op Frans Timmermans stemt... omdat hij in een vliegtuig naar Malaga heeft gezeten. Nou. Daarvoor zijn de problemen in dit land echt te groot. Dat mag je hopen. Dat soort bullshit. Nee, dat is gewoon, dat is voor je eigen groepjes, voor alle telegraafleken. Oeh, ja, Malaga. Prima. En dan zijn er weer andere mensen die zeggen... oh, dat is helemaal niet erg. Dus dat groepje heeft ook al hun beslissing gemaakt. Maar er zijn een heleboel mensen... en ik moet van mijn moeder rustig blijven. dat lukt aardig. Dat lukt aardig. Mensen, net als ik, proberen te stemmen en na te denken. En die hebben aan dit soort ranzige... onzin, helemaal niks. Daar zetten we er nu een punt achter. Ja, kap er gewoon mee.